Power to the people, power to the truth, and power to you and the peace. Kameraden van de straat, big, big news. Stem van de straat will be back in december. En deze keer gaan we op Discovery Journey, Discovery Reis naar Incredible India op zoek naar de bron van de liefde, de waarheid en peace. En we hebben als geestelijke gids in u. We gaan een innerlijke reis maken, ja. En we komen op plekken in India die u nog nooit heeft gezien bij de zogenaamde mainstream media. Een en ander, begeleid door de enige echte zingende guru, Dr. Radha, de Oosterse filosoof, in India beschouwd als een heilige man en een genie. Speciaal gaat hij voor u een intro houden. Nou ja, ik ga nog even verder. De dokter is er nog niet klaar voor. Het programma zal één keer per week worden uitgezonden vanaf december bij Salto TV Amsterdam. Het zal ongeveer zo uitzien. Iedere 15 minuten beginnen we met onvervals nieuws van de straat. Waar u natuurlijk items te zien krijgt die u nooit van uw leven hebben. Altijd fake nieuws van de staat. Lungamente sognai e della terra ogni affanno, ogni croce in quel giorno scordai. Tanto so ridermi ancora, e a me risplenderà nel tuo sembiante una novella aurora, una novella. Oké, kameraden van de straat, voorproefje. Dit is onze geestelijke gids en zingende guru. Guru, dat blies de muziek uit. Die u vanaf december wekelijks te horen en te zien krijgt. Ik ga even verder waar ik gebleven ben. Stem van de straat. 15 minuten echt onvervals straatnieuws. Waar we bijvoorbeeld aandacht geven aan, wat ik al zei, wat u nooit bij de staatsfake, altijd fake nieuws nog ziet. Of bij het ex-NSB, FOT, de Telegraaf, NSC, Parool, noem ze allemaal maar op. Ik zal u een voorbeeld geven weer van ons straatnieuws. Back in town, hè. De laatste periode, de laatste maanden, ja, je denkt dat we achteruit gaan in de tijd, komen er allerlei nieuwe woorden in de pers. Zoals, ik had het nog nooit gehoord, ik snap het ook eerst niet. Zorgarmoede. Hè, zorgarmoede? Zorgelijk. Ik denk, wat is dat nou? Dus, lees. Dat wil zeggen dat er dus 1 op de 7 Nederlanders, echt waar, ik verzin het niet, geen geld heeft voor zeep, tandpasta, tampons, gewoon simpele kleine dingetjes, dat je in ieder geval niet stinkt overdag. Geen geld meer voor, 1 op de 7 Nederlanders. Dan is er een ander woord dook op, ik denk, wat is dat nou weer? Reisarmoede. Reisarmoede, heb je wel eens van gehoord? Ja. Ik had het nog nooit van gehoord tot ik het las een paar weken geleden in de krant. Reisarmoede. Ik denk, wat is dat? Is dat 1 miljoen mensen, officieel zijn het natuurlijk veel meer, hebben niet eens geld om naar hun werk te gaan, of visite, of de tram te nemen, of de trein. En dat in een tijd dat het zootje tuig in Den Haag, met name die kartelpartijen, die hebben afgelopen 2 jaar 10 miljard naar de natie Oekraïne, extreem corrupte regime van Zelensky gestuurd. Die is ongeveer met z'n allen 8 Ferraris en 20 Porsche de man rondrijden. Dat kan niet op. En na de laatste week zag je het echt één op één, guru. Er werd dus even weer 250 miljoen zo op uit de mouw
even weer naar de Oekraïne gestort, cadeau. En letterlijk stond er ook bij, heel trots, stond erbij om granaten en kanonnenkogels te kopen, dood te verderven. En de week daarna staat er 400 miljoen of 205 miljoen bezuinigingen op sportverenigingen, op, heb je het gelezen, iets met medische hulp voor medische voorzieningen, maar allemaal afgepakt van de laagste klasse. Ja, dus dat wordt één op één afgepakt van de laagste klasse. En hoppa, nou dat ongelofelijke corrupte. Enfin, dat gaat u elke week weer. Maar nu gaan we het even hebben over onze reis naar India. Even nog een klein feitje. De goeroe is niet alleen een zingende goeroe, maar ook nog de geestelijke vader en grondlegger van de ACT Movement. Hij gaat ons meenemen in onze eigen geest, een ontdekkingsreis in uw eigen geest. En hoeft u niet eens meer drugs te gebruiken, dat krijgt u van de goeroe. En hij gaat ons brengen op plekken, heilige plekken, mysterieuze plekken in India. Guru, het woord is er nu. Ja, ik begrijp uw zorgen aan meneer Brown en ook. Ja, kijk, zeg maar positief hoor, we gaan op reis met z'n tweeën. Ik begrijp, maar ik zeg u als u... Ik ben ook een van uw volgelingen. Ja, dank u wel. Nou ja, kijk, in Vedisch gezien is het eigenlijk dit universum waar wij allemaal in zitten met z'n allen. Dat is op z'n end. De illusie van de materie heeft het gewoon gewonnen van de spiritualiteit eigenlijk. Dit universum. Dus dit universum gaat langzaam naar zijn einde. Dat duurt nog wel een tijd. Maar misschien een paar dagen. Ik als voorganger heb besloten om een nieuw universum te stichten. En ik heb de reis naar de bron van de liefde. De ACT Movement, hè? Deze movement is dat. De ACT Movement. U kunt vast de zegen ontvangen. Het universum begint met een ei natuurlijk. Hè. En daar kan je ook op zitten als u wil. Broed op het ei. Het Golden Egg. Ja, daar valt heel wat over na te denken. Maar, dus India is, daar ben ik geweest, daar is ook de bron van de liefde, daar is het allemaal ontstaan. En dat is ook een van de laatste landen die onder het materiële geweld zal zwichten. Dus daar kunnen we nog beginnen aan een nieuw universum. Maar u gaat het, sorry dat u onderbreekt, het is een promo. U gaat het allemaal in december wekelijks zien bij Salto TV Amsterdam. Dames en heren, kijken aankomende december in de eerste week Power to the People, Power to the Truth, Power to Peace, Power to onze single The Guru en Power to the Nieuwe Movement, The Egg Movement.